like a fucking giant. Hallo lieve mensen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Jeffrey, ik, Matjo en Milana zijn onderweg naar de kawaii. Want wij gaan vandaag even wat spulletjes halen. Omdat wij bezig zijn met het verbouwen in huis een beetje. We zijn bezig met die kast, die hele hoge blokkenkast. Die zijn we aan het verbouwen dus naar een lagere kast. En dat hebben we inmiddels gisteren al gedaan. Tenminste, Jeffrey die heeft gezaagd. Bovenste stuk eraf, daar gaan we later nog wat mee doen. Jullie gaan straks zien hoe dat eruit ziet. Maar wij zijn dus eventjes onderweg en dan zijn we verf aan het... Oh, maar Matthew moet eventjes wat doen. Wij moeten verf halen, in ieder geval witte afvlakverf. Want we willen die hele kast wit hebben. Want misschien weet je wel dat die deurtjes, die zijn wit en die lades ook. Dat is die IKEA kast dus. Maar ja, ik vind dat die gewoon helemaal wit moet. Omdat wij natuurlijk muurplanken gaan doen. Wacht even hoor, Matthew even opwachten. Ja, ben je zover? Oké dan. Want die muurplanken willen we hebben, 6 stuks. En die zijn ook wit. Dus ja, vonden we het wel mooi om alles wit te doen. En we gaan ook nog wat anders halen. Wat mengverf voor de muurverf. Want ik heb, zeg je dat? We hebben al gezegd dat we beneden in de woonkamer alles wit willen hebben. Alleen één muur, die bruine. Ik weet niet of jullie ooit die bruine muur hebben gezien, volgens mij wel. Maar in ieder geval die bruine muur, die moet een beetje grijs. En ik heb nog die bruine verf, helft over. En dan wil ik daar allemaal wit aan toevoegen. En een heel klein beetje zwart, zodat we een mooie grijzige kleur krijgen. En dan wil ik dus zelf mengen, want ik vind het zonde. Het is nu al 3 jaar oud, maar ik vind het zonde om weg te gooien. Het was heel duur, tenminste dat vond ik van Histo. En nog iets, een groene verf heb ik ook nog. En die wil ik ook nog opmaken. En ja, ik wil dat gewoon mengen. En we gaan nu ook nog een groene erbij laten maken. Want we hebben dus groene muurverf. Maar we hebben ook een kastje die we gaan opknappen. Dat is een commode trouwens. Maar die wordt ook wit. Maar dan wil ik dezelfde kleur groen voor de lades als die van de muur. Dus dat gaan we ook even laten maken. Maar goed, we zijn nou nog wel even onderweg. Wij gaan even wat eten. Die honden zijn lekker aan het lopen. En dan zien jullie ons zo. Hallo lieve mensen, wij zijn weer thuis. Het heeft eventjes geduurd, want we waren daar, even kijken, 3 uur en het is nu alweer 5:30. We zijn al wel een half uurtje thuis, maar toch. Het heeft wel even geduurd voordat we klaar waren, want als eerst waren we aan het wachten op de mengmachine om te kleuren, want... Of om de... Godsamme, ja sorry, ik ben een beetje aan het nadenken aan dingetjes. Om dus de kleuren die we willen te laten mengen. Ik ben een beetje in mijn hoofd van... Hoe ik alles moet doen. Maar in ieder geval, we hebben dus verf laten mengen. Alleen dat was heel goed doen, want er waren eerst nog 3 mensen voor ons. Daarna liet ik dus zien wat ik wou. En ik wou dus een, ja, zeg je dat, gewoon... Wij, onze logeerkamer, dat zijn we nou dus ja, al een tijdje mee bezig aan het verven. En de muur, 1 muur is dus blauw en de andere muur is groen. En die groen die op die muur zit, wil ik dus ook... hebben voor op 1 kastje. Tenminste, om de laadjes ook die groen te doen. Dus die wou ik ook laten mengen. En toen zei die mevrouw, ja, wat wil je? Wil je op terpentine basis of op waterbasis? Ik zeg, ja, wat is het beste? Ze zeggen, wat wil je het voor gebruiken? Ik zeg, ja, het is een commode. Als je zwanger bent, dan mag je natuurlijk geen terpentine en verven. Ik zeg, nee, dat weet ik. Ik zeg, maar... Ik wil wel terpentine dan hebben als dat beter werkt. En zij zei, ja, dat werkt... Wel beter, want op zo'n kast moet je zelfs terpentinebasis doen. Want je moet eerst een grondlaag doen. En dan moet je op terpentinebasis doen. Dus dan moet je de aflakken moet je ook op terpentinebasis. Maar dat mag je niet gebruiken bij kinderen. Want dat zou zijn verboden of zou er rare dingen mee zijn gebeurd. Ik weet het niet, maar uiteindelijk heb ik dat wel gewoon daarvoor gekozen om dat te doen. En de iPad wordt zwaar, oh god. Maar in ieder geval, ja, ik heb daarvoor gekozen om dat gewoon te doen. Want anders moeten Jeffrey en ik nog een keertje voor een andere kleur. Want ze zeggen, als je op waterbasis doet, kun je het niet verven. Maar die kast ziet er niet meer uit. Dus we moesten wel. Maar ik zal even laten zien welke kleuren we hebben laten mengen. Want het duurde echt vet lang. En wij moesten dus ook onze bandjes halen. Stoeprandjes voor buiten, voor in de tuin. En een zak met
ja, zeg je dat, speelzand. Nou ja, zand in ieder geval. En dan van dat speelzand is dat, geloof ik. En dat is voor in de vogelkooi. Want de vogels gaan we dus verplaatsen. Omdat die niet meer naast die kast gaan staan die we nou aan het verbouwen zijn. Maar ja, we moesten dus bezorgen is 30 euro. Dus wij moesten dat gewoon lopend doen. Maar 8 van die stoeprandbanden ga je niet zomaar meenemen. Dus we hebben een kar gekregen en daarom waren we zo lang onderweg. Maar ik zal even de kleuren laten zien van de verf. Nou, ik heb ze even hier neergezet. Ik zou zeggen dus dat we de grondverf nodig hadden. Ook nog eens speciaal. Op die kosten had ik dan niet gerekend. Maar goed, ja, moest wel. Als kon we niet veel. Want ze zegt, als je alleen verf doet, dan brokkelt het er gewoon weer af. Maar goed, dat vraag ik me af. Maar grondverf is altijd goed. Dus we hebben deze grondverf. Kunststof, vogels, doe rustig man. Voor op die IKEA-kast en op die commode. En dan deze Histor matte witte verf. Nou ja, wit is gewoon standaard. Weet hoe dat eruit ziet. En dan hebben we nou deze. Die kleur die was dus refrein, geloof ik. Ik weet niet of het er ergens op is gezet. Maar nou, in ieder geval refrein. Ik zal hem even openmaken zodat jullie kunnen zien welke kleur dat nou precies is. Nou, daar is die. Hij is daar al wat ingezakt, dus ik heb hem hier op de deksel beten. Een beetje in het licht, denk ik. Niet te. Dit is de kleur groen, dus een hele rustgevende, zachte groen. En die zit dus ook op één muur boven op die logeerkamer. En dan, ja, dan gaat dit dus ook op die commode. Tenminste, alleen op de laadjes. We hebben wel echt te veel verf, maar ik kan vast nog wel een ander tafeltje of kastje ook in die kleur doen, tenminste deels, want helemaal groen vind ik ook zo opvallend. Ja, ik moet hem zo even dichthameren met mijn de dinges. Ik kom even niet op de naam. Maar goed. Zover zijn wij in ieder geval nu. Ik ga zo even schuren, die IKEA-kast. En dan, ja, dan is Jeffrey hopelijk ook weer terug, want die is inmiddels alweer weg. Want die is die kar terugbrengen. En dan gaan we ook weer morgen verder, omdat het nou, tenminste, op zondag verder. Ik weet niet, maar ja, gaan wij dat doen? Weet ik niet zeker. Misschien gaan we morgen verder, anders maandag. En we hebben voor de hondjes, voor in deze bench, hebben we dus wat nieuws gekocht. Ik zou eventjes zo een foto laten zien van hoe het eruit ziet. Het nieuwe mandje en het nieuwe dekentje met de deksel en al deze pruttel eraf. Maar nu laat ik heel eventjes eerst zien hoe het er zo uitziet. Ja, want het is heel donker. Maar daarom. Hé, hey, Matsje, niet zo boos. Ja, ik kan het niet goed zien. Daarom wil ik dus ook vooral die foto laten zien. Maar het is een mooie shaggy deken met een shaggy mand. Die precies op maat gemaakt zijn. Dus voor deze benches. En die heb ik van Suzanne Evers. Piero La Moda. Hele fijne winkel. Echt een hele lieve vrouw ook. En ze heeft goede service. Dus wil je leuke luxe hondenspulletjes bestellen? Misschien is dat ook wat voor je. En deze, dat merk, ik weet niet precies. Dit merk heb ik nog nooit gehad, maar wat was het nou? Gloria, geloof ik. Ja, Gloria. Die was ook niet zo heel duur. Want voor dat matje in deze bench, volgens mij is die 70 keer nog wat. En dan deze mand, heb ik 60 euro betaald. Dus dat is op zich niet zo duur. Want deze mand is ook een medium. En dan moet ik eerlijk zeggen, als we even naar die andere mand gaan. Deze mand, die hebben we van Glossy Doggy Couchje. Die was wel een stukje duurder, maar dit is natuurlijk ook wel handgemaakt. En dat andere, want deze was alleen 60 euro geloof ik. Ja, alleen al of 65, 60 of 65 euro, want die hebben we vorig jaar gekocht. Dus ja, in ieder geval, dat is een Marino. Ja, bij Glossy Doggy Couchje heb ik die dus vandaan. En ik vind dat wel gewoon het waard als het handgemaakt is. Maar goed, ik wou dit keer wel gewoon wat anders hebben. Ja, en dat is dus nou een merk die ik voor daarvoor nog niet heb gehad. Want normaal laat ik altijd alles handgemaakt doen. Maar ik had zoiets, ik ga eens eventjes naar die Suzanne Evers van Piero La Moda. Ik zeg, ik wil wat voor in de bench. Want wij hebben deze bench ook bij haar vandaan. Ik zeg, heb je iets wat er goed in past en wat ook op maat is voor die bench? Nou, dan kwam ze hiermee aan. Want ze had een paar foto's laten zien van wat vind je leuk, dit en dat. Nou, we hadden eerst een ander mandje in ons hoofd. En ja, we keken een beetje naar prijs-kwaliteitsverhouding.
En ik zag dus een andere mand die best wel duur was. En ik zei, ja, maar Marino plast ook nog binnen. En Milano, die graaft in de spulletjes. Dan was dat misschien zonde, zei ze, om die te halen. En dan had ze nog wel andere leuke dingetjes. En een mandje en een dingetje. Nou, dat was dit dus. En ja, ik ben in ieder geval heel erg blij ermee. En Suzanne, als je dit kijkt, nog heel erg bedankt. Want ik vind het echt super, super mooi. Het is ook echt heel zacht, mensen. Het is echt super lekker. Shaggy stof haal ik altijd. Dat is echt super lekker. Matteo, die ligt nu naast de bench. In plaats in de bench. Want als hij moe is en het warm heeft tegelijk, dan gaat hij altijd naast de bench liggen. Maar hij is er wel in gegaan, dat filmpje. En de foto laat ik zo even zien hierna. Toch, Mat? Matteo is moe van het wandelen van net, hè? Ja, van het wandelen. Oh! Maar nog een keer. Nee, echt niet. Je hebt dikke uur gelopen, man. Ja, joh. En dat vergeet ik dus nu om te laten zien wat ik bedoel met dat graven. Kom eens, Marino. Oh, map, even eruit. Dit graven. En dan krijg je dus dit. En ja, dat vind ik dus echt super zonde, want ik vind het zo'n mooie mand. Maar deze manden kunnen daar helaas niet tegen. Daarom, ja, dat ik toch voor wat anders had gekozen. Maar het zit nog, dan zeg ik nog, het zit nog vast. Dus het is heel, wel heel goed gemaakt. Maar ja, door dat graven gaat dus dat eerste bondlaagje eraf. Maar ik hoop gewoon dat dit onderste laagje dan gewoon heel blijft. Maar ik vind het wel zonde, want ja, Matteo en Milano die graven gewoon in de spulletjes. En ja, ik hoop ze dat gewoon wel af te leren. Marino doet dat niet, hè? Nee, jij doet wel plassen, stoute dingetjes, maar graven doe jij niet. In ieder geval niet te hard. Nou, gaan we weer lekker in de mand, hè? Hoppakee. Hey, joh. Ja, lekker slapen. Of moet jij een cookie? En wat eten? Dat gaan we namelijk ook doen, eten. Ja. En Matteo, die gaat even kijken wat het nou precies allemaal is gebeurd. Wat dat nou is. Hé? Wil je erin? Wil je in de mens? Wil je in de mens? Oh. Wat is dat nou? Zo. Mandje? Mandje erbij? Mandje? Ja. Even snuffelen. Oh. Oh, dat is toch wel. Oh ja, dat is wel fijn, hè? Jo. Baasje even aankijken. En Piet voor jezelf, vriend. Ja, Milano er ook bij in. Ja, Matteo wil. Of Matteo die wil Marino er niet bij in. En dan is het. Nee, want wat doet Marino, hè? Dan kan jouw bak voeren daar in de hoek staan. Dan kan een baasje en een vrouwtje er ook makkelijker bij. Ja, want ook moeten we het in de hoek weghalen, hè? Leuk, hè? Ja! Zo, en ik zit met mijn vest op een natte vaas. Vaandoek. Ja. Leuk, hè, Matsie? Hier staat die kast dan. Dan ga ik even mee aan het schuren met de schuurmachine. Ik heb nog nooit gedaan met zo'n ding, de man met de hand. Maar Jeffrey heeft zo'n fijne eronder gedaan en het schijnt dus wel beter te gaan. En Jeffrey heeft ook toch die laadjes, of tenminste waar de laadjes ingaan en de deurtjes, die heeft hij toch eruit gehad. Zodat het allemaal wat makkelijker gaat met schuren en verven. Alleen die hondjes die hebben daar weer geplast en dat wil ik niet hebben. Dus ik ga hem even verplaatsen en dan ga ik schuren. Nou, zoals jullie zien ben ik klaar met het schuren. In ieder geval voor vandaag, want ik ben een uurtje bezig geweest met schuren of anderhalf uur zoiets. En ik heb nou de helft van die kast klaar en ik ben echt helemaal kapot. Niet alleen van die kast schuren, maar ook van het lopen en die spullen ophalen. En toen ja, nog die kast dus, terwijl we al heel moe waren. Ik ben slap op de benen. En slap in de armen en aan het trillen. En ik heb echt heel erg trek. En we voelen ons alsof we, in ieder geval ik voel me alsof ik een week of twee heb gewerkt. Maar goed, ik ben dus met het eten bezig. En ik zal jullie even een beetje laten zien hoe dat er allemaal uit gaat zien. Want ik ga sowieso een schotel maken doe ik. Ik heb eerst aardappels gekookt en gebakken. Een beetje in stukjes gemaakt. Bloemkool en dan doe ik dat in de ovenschaal. En dan doe ik een groentesaus.
doeken overheen. Heb ik wat kaas in gedaan, wat belegen kaas. En dan komt er nog wat extra belegen kaas bovenop. Met wat kruiden. En dat doe ik even in de oven voor 10 minuten. En daarna moet ik nog even het vlees doen. Dat zijn filetlapjes. Nou, en dan zien jullie zo dadelijk na de voorbereidingen ook het eindresultaat. En Jeffrey is ook heel moe. Ja, als we 3 maanden op een schip hebben gestaan. Kan bijna niet meer lopen. Nee, jong. Oh, en dat van Jeffrey was trouwens geen grapje, want je zou denken dat hij weer grappig probeert te zijn. Maar dat is niet zo, want het is serieus. Hij heeft echt pijn in zijn rug en ik heb dat zelf ook. En ja, wij hebben dus beide een WAJO-uitkering en dat hebben we niet voor niks, want wij kunnen dan beide niet werken. Jeffrey is sowieso 100% afgekeurd. Ik niet 100%. Maar ik heb laatst eens te horen gekregen dat ik nog arbeidsvermogen heb voor ergens ver in de toekomst. En dat betekent dan dus nou ook dat ik wel mijn WAJO-uitkering dus ook omlaag gaat. Dat minimum. Omdat hun vinden dat en denken dat ik arbeidsvermogen kan ontwikkelen. Maar goed, dat. Ik zie dat sowieso de komende 5 jaar sowieso niet gebeuren. Aan de ene kant ben ik wel blij dat ze niet helemaal afkeuren, maar aan de andere kant ook weer niet. Want ze zouden ook gewoon kunnen afkeuren en dan later opnieuw kunnen doen. Maar oké, wij hebben dus allebei die uitkeringen. En ja, bij ons gaat alles niet zo snel, want ik denk dat de meeste mensen in 2 dagen die kast wel af hadden gehad. Maar dat gaat bij ons echt wel een week duren, misschien zelfs langer. En over 2 weken wordt onze tuin dus ook gedaan. En dan zeiden die mensen, ja, dan kun je 2 dagen van tevoren even die stenen eruit halen. Ja. Oké, nou, nee, daar hebben wij wel 2 weken voor nodig. Omdat we snel moe zijn en snel ergens last van hebben. En vooral Jeffrey met zijn rug. Dus ja, vandaar dat alles bij ons wat langzamer gaat. En wij zijn al echt serieus kapot. Ik wou eigenlijk niet koken, maar aan de andere kant, je hebt wel heel erg trek en ik moest dat gewoon doen. Maar het heeft me heel veel moeite gekost in ieder geval. Dus ja, dat wou ik even zeggen. Jullie weten vast nog wel welke kast dit is. Dat is dus die hoge IKEA-kast die hier zo iets meer links stond. En Jeffrey en ik zijn bezig geweest vandaag. Donderdag de 13e. Oh, daar komt ie. Vrijdag de 13e. Dat was dus de iCloud. Vrijdag de 13e. De iCloud-melding kwam, maar hij gaat dus gewoon door. Dus ik hoop dat hij het nog even volhoudt. De begeleiding is bezig met een nieuwe iPad trouwens. Tenminste, dat probeert hij. In ieder geval, wij hebben dit al zover voor elkaar gekregen. Kijk, wij hebben. Dit was de bovenkant van de hele bovenste kast. Van al die extra 6 vakken die we hadden. Nou, 8. Ik zal het je even voordoen. Dit stukje hout hier, dat was de deksel hier. Ja, precies. Dat zat helemaal daar. Nou, heeft Jeffrey even mooi geschuurd en zo. En nou, dan hebben we dat nou in elkaar gezet. En nu komen ook die nieuwe lampen gewoon tot z'n recht. Natuurlijk laten we dit zo niet staan, maar dat moet even voorlopig. En ik heb volgens mij al een keer verteld dat wij schappen aan de muur wouden. Die zijn binnen van de bol.com en die gaan ook nog hier opgehangen worden. En dat laat ik niet zien. En dan gaan die. Gaan die. Gaat dat. Dat hoe heet zo'n ding, Jeffrey? Schap. Nee, dat. Oh, en daar is de iCloud weer. Dat is. Ik zeg het altijd maar wel opa's hoofd. Oké, nou ja, zo'n hoofd in ieder geval, die gaat meer naar boven naar het midden. En de rest gaan jullie zien. Volgens mij is dat een steenbok. Maat, ik heb een cadeautje voor je. Kom dan! Mooi cadeautje? Toon het! Speeltje? Kom maar! Kijk eens!
Kijk eens. Leuk speeltje. Pak hem maar. Ja, Milano, Matthew is van de speeltjes. Kijk, daar heeft hij hem weer verstopt en denkt hij nog meer speeltjes? Nee, nou niet meer. Is een leuke donut. Ja. Ik vind Matthew mooi, knuffeltjes, hè? Maar moet ik dat even kippen? Ja. Ja, doe dat maar. Ja, dan zijn ze wel weg, hè, die schroeven. Ja, dat geeft niet. Doe hem verven. Oh, je mooi. Ga je vangen? Jij wel. Ga je vangen? Ga je vangen? Oh, Milano hem. Nou ja. Oh, Marino. Daar wordt hij altijd zo blij van. Om baasje schoon te maken. Schoon te maken? Ja. Kijk al. Leon. Ik vond hier wel blij van. Ik moet er een beetje zin bij hebben, staat hier. Een beetje zin. Ja. Hoppakee, even vasthouden. Ja, ik draai. Oh, oké, okay, sorry. Nee. ASR investeert uw premie niet in water. Oh, gekke Marino. Het is moeilijk om geen adem te halen, Marino. Nou, lieve mensen, dan is het alweer aan het einde van de dag. Want het is alweer 11:45, dus dat betekent eigenlijk dat het al zondag is. En ja, wij zijn dus helemaal kapot. En we hebben nog even een toetje gegeten. En ik zit nu al de hele tijd op de bank, maar ik wou nog even wat doen. We hebben een paar programmaatjes gekeken. En ja, wij gaan, denk ik, hoop ik, morgen, vandaag dus, zondag... Even verder met die kast, want ik wil hem gewoon afschuren, zodat we volgende week gewoon verder kunnen en dan met het schilderen beginnen. En ja, dan komen we ook aan het einde van deze video weer, want ik ben echt, ja, ik kan niet meer. Ik vind het wel goed even. Het is in ieder geval, ik ben wel blij dat we zo, tenminste voor ons doen, zo ver zijn gekomen. En ik ben nog steeds super blij met dat mandje, die nieuwe mandje van van Matthew en Marino en Milano. Hoewel Marino denk ik niet, hallo Marino, Marino dus niet vaak inkomt denk ik. Want ja, dat wil Matthew niet ofzo. En Matthew ligt toch altijd in die bench, dus ja oké, het is misschien wel een cadeautje voor Matthew, daar ben ik dus heel blij mee. En met de verf ben ik ook wel blij, ik vind het alleen erg prijzig, maar... Misschien dat ik er wat blijer van word als het straks af is. Nou, in ieder geval gaan wij zo nog eventjes een tompoesje eten, koffie drinken. En dan ga ik nog even op de computer verder. Jeffrey gaat even tv kijken. En dan zou ik alvast zeggen, wel trusten. En tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je in de toekomst meer van mijn video's zien? Abonneer dan even op mijn kanaal. En dan zien jullie ons de volgende keer. Doei doei!